Het personeel van het staatsmijnbouwbedrijf Grasalco heeft vanmiddag een petitie ingediend bij DNA-voorzitter Marinus B. Het personeel is bang dat als er niet snel wordt ingegrepen bij Grasalco, het bedrijf veel dieper in de put zou belanden. In de petitie hebben de werknemers punten aangehaald die belangrijk zijn om binnen afzienbare tijd op te lossen. Wij, medewerkers van Grasalco, doen een dringend beroep op u, CQ de Nationale Assemblée, het daartoe te leiden dat de missieve die de 20% royalties van NV Grasalco uit de Delfstoffen overeenkomst met IAM Gold Rosebel Goldmines tot 2034 blokkeert, wordt vernietigd en dat het bedrijf weer toegang krijgt tot deze middelen voor haar eigen ontwikkeling. NV Grasalco weer kan beschikken over haar tegoeden in goud, zoals geregeld in de Delfstoffen overeenkomst en opgeslagen bij de Royal Canadian Mint in Canada. Dat de ruim $500.000 aan achterstallige royalties die de staat schuldig is aan NV Grasalco, per onmiddellijk ingang wordt overgemaakt op een bankrekening van het bedrijf. Dat de directie van NV Grasalco haar bijgestelde herstel- en investeringsplan 2022-2026 binnen 14 werkdagen kan presenteren aan president Santoki, CQ, de regering. Parlementsvoorzitter B. gaf aan dat zij de noodkreet van het personeel hebben aangehoord en dat zij er alles aan zullen doen om het probleem op te lossen. We gaan serieus en zoals gevraagd de onverdeelde aandacht aan schenken. En we hebben onze eigen manier hoe we naar petitie kijken. Heeft gevraagd om een openbare vergadering hiervoor uit te schrijven. Ik weet niet als dat een wijs besluit is. Want we willen middels dialoog de zaak oplossen. En een openbare vergadering kan beide kanten opgaan. Ja? Dus misschien moeten we de zaak zeer geduldig naar kijken. De regering vragen zoals verwoord in je petitie, in uw petitie, dat serieus gekeken wordt naar de kwestie van Grasalco. We hebben zeer recent een uitnodiging gehad hier om een bezoek te brengen aan het bedrijf. De vaste commissie van NH samen met onze griffiepersoneel is al bezig dat uit te werken. Het personeel heeft dezelfde petitie ook ingediend bij het kabinet van de president en bij de vicepresident. Er wordt nadruk gelegd op het vrijgeven van de royalties van Grasalco, aangezien er veel kan worden gedaan met $20 miljoen.